En zo staat er bijvoorbeeld in ons blad van deze week een uitgebreid artikel over ons volgend programma, Mount Everest 1982. In 1953 werd deze hoogste berg ter wereld voor het eerst bedwongen door Sir Edmund Hillary en zijn Sherpa-gids. Sindsdien werden vele pogingen ondernomen, maar slechts weinige slaagden. En dit jaar gaat voor het eerst een Nederlandse ploeg het proberen. Wie het zijn en wat de uitdaging is om aan deze koude onderneming mee te doen, dat hoort u nu de komende 53 minuten in Mount Everest 1982. Dames en heren, goedenavond. Deze uitzending gaat over de beklimming van de hoogste berg van de wereld, de Mount Everest. Voor het eerst in de geschiedenis zal een Nederlandse expeditie een poging ondernemen om deze 8848 meter hoge kolos in de Himalaya te bedwingen. Himalaya, letterlijk sneeuwplaats, is een bergketen van 2400 kilometer lang, gelegen langs de noordgrens van India. Het gebied kent maar liefst 13 grimmige toppen van meer dan 8000 meter, waaronder de Annapurna en de Nanga Parbat, die door Nederlanders zijn beklommen. De hoogste met 8848 meter is Chomolungma, moedergodin der aarde, beter bekend als Mount Everest. Sir Edmund Hillary, zijn eerste bedwinger in 1953, zou in een poëtische bui van deze berg zeggen: als ik hem zie, dan zwelt mijn hart van vreugde en krimpt tegelijk van pijn. Hij is zo prachtig, maar van de andere kant toch zo ontoegankelijk. O, eens voeten zetten op zijn maagdelijke hellingen, ook al dreigde de dood. Wel, de dood heeft er gedreigd en ook vele malen toegeslagen. We nemen u even mee in de historie, een historie die begon in 1921. De eersten die een poging doen om de Mount Everest te beklimmen, zijn de Engelsen. In 1921 ondernemen ze een eerste verkenningstocht en in 1922 en 1924 een echte expeditie. Omdat het koninkrijk Nepal in de Himalaya voor vreemdelingen gesloten is, maakt de karavaan een grote omweg via Sikkim en Tibet. De expeditie passeert Rongbuk, een van de hoogst gelegen kloosters van de wereld, gesitueerd aan de voet van de Mount Everest. Bruce, de leider van de expeditie, en zijn mannen worden door de abt in audiëntie ontvangen. Via een lang gebedsritueel wordt de zegen over hen uitgesproken. Ze hopen op deze wijze van lawinegevaar, stormen en ziektes gevrijwaard te blijven. Het krijgsplan van de expeditie doet militaristisch aan. Maar al gauw komt men tot de ontdekking dat klimervaring op de Mount Everest nog veel belangrijker is. Als generaal Bruce ziek wordt, dan komt de leiding bij de overste Norton. De keten van hooggelegen kampen wordt vooruitgeschoven. De expeditie heeft echter pech. De maand mei, doorgaans zeer geschikt voor een beklimming, is extreem koud en rijk aan neerslag. Temperaturen van 40 graden onder nul doen de mannen tweemaal terugkeren naar het basiskamp. Voortdurende sneeuwstormen en lawines kosten twee dragers het leven. Als in de laatste dagen van mei het weer opknapt, is de expeditie al danig verzwakt. Op 4 juni 1924 ondernemen Norton en Sommerfeld bij ideale weersomstandigheden een aanval op de top. Sommerfeld krijgt als eerste last van de hoogte en begint zwaar te hoesten. Hij geeft bloed op. Wanneer hij dreigt te stikken, keert hij terug. Alleen gaat Norton verder en hij bereikt een hoogte van 8572 meter. De volgende poging loopt uit op een drama.
Op 7 juni betrekken Mallory en Irvin kamp 6 op 8145 meter hoogte. Via de scherpe kant van de noordelijke graad ondernemen ze een aanval op de top. Ook Odell gaat in zijn eentje naar kamp 6. De top is gehuld in dikke nevel. Als de mist wat optrekt, meent hij tegen de middag twee donkere stippen te zien die zich moeizaam voortbewegen. In het kamp wacht hij tot het helemaal is opgeklaard en gaat dan nog een stukje hoger. Hij roept, maar krijgt geen antwoord. Als de zon doorbreekt en de top weer zichtbaar wordt, is er van de twee geen spoor meer te bekennen. Mallory en Irvin lijken voorgoed van de aardbodem verdwenen. En tot vandaag de dag is het nog altijd een mysterie of ze de top ooit hebben bereikt of niet. Aan de voet van de Mount Everest staat een gedenkteken. 1953 is het jaar van de 10e Engelse expeditie. Koningin Elisabeth is net gekroond en ze kan best een aardig presentje gebruiken. Om de expeditie te laten slagen wordt er niets aan het toeval overgelaten. Er wordt geëxperimenteerd met onderdrukkamers, windtunnels en donzen kleding. Het voedsel wordt vacuüm verpakt. Nepal heeft zijn grenzen geopend, maar er is nog geen vliegveld en geen wegennet. Alles, zelfs de jeep, moet naar Kathmandu worden gedragen. John Hunt, overste bij de Engelse generale staf, is de leider van deze grote expeditie. Hoofdman van de Sherpa's, de dragers, is Tenzing Norgay. Een betere kunnen ze niet hebben, want hij kent de Mount Everest op zijn duimpje. Onder de expeditieleden ook Edmund Hillary, een Nieuw-Zeelander. Hij heeft ervaring met de zuidelijke kant van de Everest en moet daarom de plaats van het basiskamp bepalen. Terwijl men voor het transport naar het basiskamp ongeveer 300 dragers heeft gebruikt, worden voor het werk op de berg de 34 beste Sherpa's geselecteerd. Tenzing Norgay is kwartiermaker. De gevreesde gletsjerbreuk, het gevaarlijkste stuk van de zuidelijke route, wordt met alle technische hulpmiddelen toegankelijk gemaakt. Kamp 4 op 6400 meter moet fungeren als vooruitgeschoven basiskamp. 19 Sherpa's zijn er nodig om de 18 kilogram zware collie naar het zuidelijk plateau te dragen. Van daaruit zullen de hogere kampen worden bevoorraad. Tenzing blijken een sterke touwgroep te vormen. Hunt heeft ze voorbestemd voor de aanval op de top. Om hun krachten te sparen maken de twee vanaf het basiskamp al gebruik van zuurstofmaskers. Ze betekenen weliswaar extra belasting, maar ze vergemakkelijken aan de andere kant het klimmen. Ook bij het slapen maken ze gebruik van die extra zuurstof. Huns keuze blijkt een goede greep te zijn. De twee lopen regelrecht af op een van de grootste victories uit de geschiedenis van het alpinisme. De verovering van de top is een feit. Nadat in 1956 vier leden van een Zwitserse expeditie de top hebben bereikt, is het in 1963 de beurt aan de Amerikanen. De omvang van deze onderneming overtreft die van 1953 ruimschoots. Op 20 februari 1963 zet zich vanuit Kathmandu, de hoofdstad van Nepal, een waar leger van dragers in beweging. Er moeten maar liefst 909 collie, elk 30 kilo wegend, naar het basiskamp worden vervoerd. Bij elkaar 27 ton aan expeditiemateriaal, klimuitrusting, proviant en filmapparatuur. De expeditie bestaat uit 20 klimmers. Het
doel van de Amerikanen is niet alleen de Mount Everest te beklimmen, maar hem ook dwars over te steken. Via de Westgraat naar boven en langs de Hillary-route naar beneden. Op 28 april 1963 beginnen vier leden van de expeditie via de Lhotse flank aan de aanval op de top. Ze worden gesteund door 12 zwaar bepakte Sherpa's. Norman Dyrenforth, de leider van de expeditie, filmt ze tot op een hoogte van 8600 meter. Ondanks uitermate slechte weersomstandigheden, het sneeuwt onophoudelijk, de brullende orkaan blaast een tent met bewoner en al van de Westgraat, slagen Tom Hornbein en Billy Unsold erin om via de steile wand de top te beklimmen. In een eerder stadium zijn ook Jim Whittaker en de Sherpa Nawang Gombu en Barry Bishop en Lou Gerstad erin geslaagd om de top via de Zuidkool te bereiken. Als ze op de 24e mei weer in het basiskamp zijn teruggekeerd, moeten drie van hen met zware bevriezingsverschijnselen naar het hospitaal in Namche Bazar worden gebracht. Unsold en Bishop moeten hun tenen missen. Hillary en Hunt worden door koningin Elizabeth in de adelstand verheven. De zes Amerikanen worden gehuldigd door president Kennedy. I want to, on behalf of all the people of the United States, to express our great appreciation for this wonderful effort by our fellow citizens. Opnieuw Rongbuk, het klooster aan de voet van de Mount Everest. Omdat in 1967 de laatste monniken zijn verdwenen, is het bedevaartsoord ingericht voor de huisvesting van 300 Tibetanen en Chinezen. 1975 is het jaar voor een Chinese expeditie. Vanuit Lhasa vertrekt de grootste Everest-expeditie aller tijden. Voor het vrachtwagenconvooi wordt speciaal een weg aangelegd. Bovendien leggen de Chinezen een telefoonverbinding aan vanuit Rongbuk naar het vooruitgeschoven basiskamp op 6500 meter. Het uitgangspunt is, er moeten zoveel mogelijk kameraden de top bereiken. Het collectief moet zegevieren. Om de karavaan niet onnodig af te matten, wordt voor de aanvoer gebruik gemaakt van yaks. Nergens op de wereld klimmen deze viervoeters zo hoog als juist hier in het Himalaya-gebied. De echte transportproblemen voor de expeditie komen daarom pas op het noordelijk plateau op 7000 meter hoogte. De Chinezen willen de berg beklimmen via de noordelijke route, de route die 50 jaar eerder is geëxploreerd door de Engelsen. Doordat Tibet bezet is door de Chinezen en bijgevolg de Mount Everest Chinees grondgebied is geworden, is het slagen van deze expeditie een heilig doel. China heeft nog geen officieel geslaagde beklimming op zijn naam staan. In de periode tussen 1963 en 1975 zijn het alleen de Indiërs, de Italianen en de Japanners die succes hebben gehad met 25 man in totaal. De missie wordt uitermate succesvol en rekent eveneens af met het vooroordeel dat deze klus te zwaar is voor vrouwen. Maar liefst 20 vrouwen van deze expeditie bereiken een hoogte van meer dan 8000 meter. Bovendien zal de Tibetaanse Van Tok op 27 mei 1975 in gezelschap van 8 mannen op de top staan. Ze is daarmee de tweede vrouw. 10 dagen daarvoor is het de Japanse Junko Tabai gelukt om de top via de zuidkant te bereiken.
In 1978 wordt er een nieuwe dimensie toegevoegd aan het avontuur rondom de Everest-beklimming. Is het mogelijk om zonder zuurstofapparatuur de berg te beklimmen en op de top te staan? 8848 meter boven de zeespiegel. En nog belangrijker, keert men terug zonder ernstig hersenletsel. Bekend is dat de zuurstofdruk op 8400 meter nog maar 1/3 bedraagt van de druk op zeeniveau. En dat de mens op 5500 meter al niet lang meer in leven blijft. Boven die grens ligt de zogenaamde doodzone, waar het menselijk lichaam blootstaat aan een versnelde fysiologische afbraak. De mannen die zich in dit grote avontuur storten zijn Reinhold Messner uit Tirol, voor velen de beste klimmer aller tijden, bedwinger van onder andere de Manaslu, de Nanga Parbat, de Daulagiri en de K2, eveneens zonder zuurstof. En Peter Habler, een berggids en skileraar uit het Tirolse Meyenhoven. Beiden verkeren in een puikenlichamelijke conditie en voelen zich gesterkt door de wetenschap dat Odell in 1924 al vrijwel zonder zuurstof een hoogte bereikte van 8572 meter. Op 8 mei 1978 wordt ook dit ideaal verwezenlijkt. Reinhold Messner en Peter Habler bedwingen de hoogste berg van de wereld zonder gebruik te maken van extra zuurstof. Terug in het basiskamp blijken de twee hun beproevingen redelijk te hebben doorstaan. En 2 jaar later, in 1980, zou diezelfde Reinhold Messner opnieuw de aandacht op zich vestigen door nu in zijn eentje de top te beklimmen. Via een nieuwe route, zonder gebruik te maken van dragers en zonder gebruik te maken opnieuw van extra zuurstof. Zoals hij later zelf zou zeggen als een slak met het huisje op zijn rug. In totaal hebben tot en met nu 112 mensen op de top van de Mount Everest gestaan. Afgevaardigde van 25 geslaagde expedities. De oudste was 49 jaar, een Fransman, Pierre Mazeau, en de jongste 17 jaar, een Japanner. En nu is het dus de beurt aan de Nederlandse expeditie. We gaan even met ze kennis maken. Gerard van Sprang, 25 jaar oud en werkzaam in een boekhandel van alpinistenlectuur. Vorig jaar nog lid van de succesvolle Nanga Parbat-expeditie, waarbij hij zelf kwam tot een hoogte van 7700 meter. Toen keerde hij terug om zijn touwmaat Ersiele assistentie te verlenen. Bart Vos, 31 jaar oud en student filosofie. Op dit moment ook bezig met het opzetten van een reisbureau voor klimtochten. Een man met veel klimervaring die binnen dit gezelschap onder andere verantwoordelijk is voor de verpakking en de verzending van de expeditiebagage. Jan van Banning, 40 jaar oud en van beroep natuurkundige. Werkzaam als computerspecialist. Een gelouterd klimmer die onder andere deelnam aan de Makalu-expeditie in 1974 en de Annapurna-expeditie in 1977. Specialiteit onder andere schaken. Johan Tax, 28 jaar oud en werkzaam als leraar Nederlands op een school in Maastricht. Een zeer sterke klimmer die onder andere deelnam aan de Nederlandse Kashmir-expeditie in 1981. In deze groep verzorgt hij de keukenuitrusting. Ronald Naar, 26 jaar oud en student wiskunde. Daarnaast schrijver van boeken over het alpinisme. Zijn laatste werk, Klimmen op zoek naar evenwicht. Bedwinger van veel toppen en banden in de Alpen en de Andes. En natuurlijk vorig jaar van de 8125 meter hoge Nanga Parbat.
Geert Geuskens, 31 jaar oud en werkzaam als leraar scheikunde op een school in Stevensbeek. Grote ervaring als klimmer, onder andere opgedaan in de Alpen, de Zuid-Amerikaanse Andes. In deze expeditie verantwoordelijk voor de technische zaken in de groep. Gerard Jansen, oud 38 jaar en als arts werkzaam in het Amsterdams Academisch Centrum. Een ervaren klimmer die onder andere deelnam aan de Nederlandse Annapurna-expeditie. Een zeer sterk sportman die veel aan fysieke training doet. Rob Weidert, 35 jaar oud en verbonden als leraar Nederlands aan een school te Hilversum. Een ervaren klimmer en een allround sportman die naast de klimsport zeer goed tennist en samen met zijn vrouw grote skitochten maakt. In de expeditie is hij verantwoordelijk voor het voedsel. Eelco Dijk, oud 32 jaar van beroep kandidaat notaris. Deelnemer aan de Alpa Mayo-expeditie in 1975 en de Nederlandse Annapurna-expeditie in 1977. En bovendien lid van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Alpenvereniging. Hij is plaatsvervangend expeditieleider en heeft binnen de expeditie de financiën onder beheer. Willem ten Barge, oud 34 jaar en als sportinstructeur werkzaam bij de Nijmeegse politie. Een allround sportman die zijn opleiding onder andere kreeg bij de commandotroepen. Onder zijn leiding werden een aantal weekends georganiseerd waarin de nadruk lag op langdurig zwaar lichamelijke training. Xander Verijn Stuart, expeditieleider, oud 58 jaar en hoogleraar informatica aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Succesvol leider van de Annapurna-expeditie, een van zijn mensen beklom de top en zeer goed in conditie. Zo kostte het hem onlangs weinig moeite om een langlaufmarathon van 90 kilometer uit te lopen. En dan de mensen die voor de verslaggeving zorgen van de schrijvende pers. Herman van Amsterdam, oud 33 jaar en woonachtig in Sassenheim. Herman is geen klimmer van huis uit, maar heeft zich de eerste grondbeginselen eigen gemaakt via een spoedcursus klimmen. De twee cameramensen, Frank Mol, oud 26 jaar en filmer van de tocht naar de top van de Nanga Parbat vorig jaar. Frank is naast filmer ook een uitstekend klimmer, die onder andere vorig jaar kwam tot een hoogte van 7500 meter. En dan tenslotte Gert Rijmerink, oud 41 jaar en werkzaam als cameraman voor de AVRO. Ook Gert is via een spoedcursus opgeleid om op zo groot mogelijke hoogte te kunnen filmen. En dat waren ze dan, 10 van de 12 klimmers, 2 cameramensen, 1 journalist en een expeditieleider. Met een aantal afgevaardigden van deze expeditie zijn we rondom de tafel gaan zitten met de maquette op de voorgrond. En daar gaan we eens even wat dieper in op deze expeditie. Allereerst met de expeditieleider Xander Verijn Stuart. Ik zei dus 10 van de 12 klimmers. Er ontbreken er dus 2. Op dit moment ontbreken er 2, maar die zijn er natuurlijk wel. Daar is allereerst Mathieu van Rijswijk, die we mee hebben gehad op de Annapurna-expeditie in 1977 en die daar een zeer belangrijke rol speelde, want hij was degene die de top bereikte. Overigens zou je natuurlijk ook graag hebben willen praten met een zeer ervaren andere klimmer, dat is Han Timmers. Alleen zwerft hij vaak op het Amerikaanse noordelijk en zuidelijke continent rond. Klimmend. Klimmend in Patagonië, waar het dus heel ruig is. Op dit moment in Alaska en ook daar is het ruig. En natuurlijk heeft de expeditie ook een arts, die is er ook niet bij. Ja, er is ook een arts, overigens voor ons ook een oude bekende, dat is Charles Bonhomme. Die is meegeweest als een van de 3 artsen die we toen op de Annapurna hadden. Daardoor konden ze afwisselend nog wel eens wat klimmen, maar in dit geval is hij uitsluitend arts en moet dus beneden blijven. Het woord is gevallen. Expeditieleider, kun je in het kort vertellen wat de taak van een expeditieleider is? Ja, dat is hetzelfde met mij. Ik ben natuurlijk een van de ouderen. En, of zeg een van de ouderen, gewoon de oudste van het hele gezelschap. En geen enkele rol hoog op de berg, maar wel beneden. Plannen, zorgen dat alles goed verzorgd wordt. En in overleg met iedereen die boven zit. Beslissingen nemen in zaken waar de situatie tot een beslissing aanleiding geeft en verder van beneden af voortdurend zorgen dat de bevoorrading voor elkaar komt. Achter het woord expeditie moet natuurlijk staan slagen, dat is het doel waarnaar gestreefd wordt. Maar het kan ook misgaan en dat is recentelijk gebeurd met een Amerikaanse en een Engelse expeditie, waarbij ook nog 3 doden waren te betreuren. Grijpt zoiets de groep niet aan? Ja, dat is natuurlijk iets wat altijd heel tragisch is. Het is een sport die risico's met zich meebrengt. En vooral wanneer je dergelijke klimmers persoonlijk gekend hebt, zoals in het geval van die Engelse expeditie het geval was. Dat neemt toch niet weg dat je zegt, met verstand moet je zoiets aanpakken. Je neemt geen
risico's als zodanig om het risico. Je weet gewoon dat er gevaren zijn en probeert die zo verstandig mogelijk aan te pakken. Ilko, jij was onder andere getuige van de geslaagde expeditie naar de Annapurna. Werkt zoiets nou inspirerend? Werpt dat een beetje optimisme op voor het welslagen van deze expeditie ook? Nou, je weet in elk geval dat een aantal mensen die nu weer meegaan, dat die er toen bij waren, we hebben toen succes gehad. Je weet dan in ieder geval dat het toen kon. Of het nu weer kan, is natuurlijk niet te zeggen. De omstandigheden zullen op deze expeditie zeer anders zijn, zwaarder naar ik aanneem. Met name de klimatologische omstandigheden zijn veel zwaarder. En hij is natuurlijk een kleine 8800 meter hoger. Het geeft wel moed dat het toen gelukt is, ja. Ik heb mij laten vertellen dat alpinisten over het algemeen zeer individualistisch zijn ingesteld. Op een gegeven moment valt er een beslissing dat iemand de top mag bestormen, in dit geval dus Mathieu van Rijswijk, met succes. Hoe wordt zoiets nou ontvangen in de groep? Ja, je zegt dat alpinisten individualisten zijn, dat is natuurlijk wel zo. Maar ik denk dat je dat individualisme een beetje in de ijskast moet zetten op het moment dat je aan een expeditie gaat deelnemen. Want je weet dat je in dat Annapurna geval met z'n elven waren. Je weet dan ook dat niet iedereen boven kan komen. Op een gegeven moment wordt er een beslissing genomen dat er iemand naar boven mag. Ja, en als jij dat dan niet zelf bent, dan heb je natuurlijk een beetje aanvankelijk het idee van potverdikke me, dan heb ik er zo hard voor gewerkt en nou lukt het mij niet. Maar als je heel eerlijk bent, en dat is natuurlijk ook een beetje achteraf praten, dan weet je dat op dat moment het een juiste beslissing was. En dan heb je daar vrede mee, omdat dat is all in the game met een expeditie. Welke omstandigheid bepaalt nu welke man dus die topaanval mag doen? Ik denk in allereerste instantie de fysieke conditie van alle expeditieleden. Degenen die het best in conditie zijn, zullen het eerst naar boven mogen en zullen uiteindelijk ook als enige in staat moeten worden geacht om de top te halen. Daarbij ongetwijfeld ook de positie die men inneemt in het hele expeditieschema op het moment dat de top beklommen moet gaan worden. En nou, ik denk dat dat eigenlijk de twee voornaamste criteria zijn waarop wordt afgewogen wie er gaat. Ronald Naar, jij bent nog een stapje hoger geweest. Je hebt op 8125 meter hoogte gestaan, maar je zult nog 700 meter verder moeten, wil je dus op de top van de Mount Everest komen. Wat denk je voor extra moeilijkheden te ontmoeten op die laatste 700 meter? Ik denk dat dat meevalt, die extra moeilijkheden. Er is weliswaar een verschil in hoogte, maar het grote probleem op de Nanga Parbat was het grote verschil, hoogteverschil wat je op de berg zelf moest overwinnen, bijna 5000 meter. En dat was toen alles bepalend in de moeilijkheden. En het hoogteverschil wat op de Mount Everest moet worden overbrugd is geringer. Dat is vanaf de North Col in feite maar 1800 meter. En dat maakt het anders. Dat maakt, laat ik zeggen, dat het stuk waarbij je echt tot het uiterste moet gaan, dat beperkt is tot een geringer hoogteverschil. Je bent dus zeer optimistisch gestemd. Dat zeg ik niet. Maar dat is een feit. Als jij terugkijkt op je beklimming van vorig jaar naar de Nanga Parbat, hoe ben je daar dan fysiek en mentaal uit teruggekomen? Je hebt nog even in het ziekenhuis gelegen. Ja, nou, dat was niet zozeer vanwege de Nanga Parbat, maar het feit dat Ger in Beverwijk onder handen werd genomen, bracht mij in contact met een dokter die hem hielp en die heeft me toen aan bevriezingen van 4 jaar geleden geholpen om die wat op te kalevateren. Maar wat je vraagt van hoe snijdt dat op je in als je eerst 2 maanden weggaat, redelijk succesvol terugkeert en je gaat daarna nog eens het ziekenhuis in. Je hebt toch wel na een expeditie een terugval. Dat viel erg tegen, moet ik zeggen. En het voornaamste wat erbij een rol speelt, dat is dat die Nanga Parbat expeditie hebben we zelf in elkaar gezet met z'n viertjes. En ja, dus ben je anderhalf jaar heel erg druk mee bezig. Je bent heel nauw met elkaar betrokken. En op het moment dat je op Schiphol terugkeert, is dat weg, die band. En dan moet je daarmee leren leven. Dat je niet 3 keer per dag wordt opgebeld, of soms op 10 of 15 of 20 keer per dag, van mensen die nog eventjes iets op het laatst willen regelen. Je bent zeer op elkaar ingesteld tijdens zo'n periode, dat is duidelijk. Ja, ja. Zoals gezegd, 2 cameramensen voor het verfilmen van de tochten. Natuurlijk ook liefst van de beklimming van de top. Allereerst Gert Reimerink. Gert, je hebt geen ervaring met het klimmen. Heb je enig idee wat je te wachten staat? Nou, iets gigantisch. Ja, totaal geen ervaring. Maar door die cursus probeer ik er wat van op te steken. Maar het zal heel koud wezen en hele lange dagen en weken, denk ik. Tot welke hoogte denk jij te kunnen filmen? Abusieve. Nou, ja. Voorspellingen zijn van 7000 gedaan, maar
dat ligt aan of je ziek wordt of het ligt er helemaal aan. Aan jezelf, je fysieke toestand. Het zal filmen worden onder vaak moeilijke omstandigheden. Ja. En heb je je daar een beetje op voor kunnen bereiden? Nou, ik ben dus een aantal weekenden met de jongens naar België geweest. En daar wat geprobeerd in die rotsen en de Maashoeven. En ja, de rest is maar afwachten. De man die dan nog verder zou moeten dan die 7000 meter van Gert, dat is dan Frank Mol. Frank, je hebt ervaring opgedaan op de Nanga Parbat. En hoe is dat, filmen op grote hoogte? Nou, dat is een zware opgave. Je bent niet alleen filmen natuurlijk, je bent ook bergbeklimmen. Dus je moet twee dingen doen. En je moet dan mensen filmen die alleen maar één taak hebben. En om dat te kunnen doen, moet je eigenlijk conditioneel nog beter zijn als de mensen die je aan het filmen bent. Want af en toe loop je vooruit, dan laat je ze voorbij klimmen en dan neem je nog wat shots van achteren. En dan moet je toch weer de mensen inhalen met het klimmen. En dat vergt heel veel van je en je moet voortdurend je hoofd erbij houden. En je kan niet alleen maar met klimmen bezig zijn. Je moet voortdurend in gedachten houden wat zijn mooie beelden. Dus je bent nou dubbel aan het werk. Je doet twee taken tegelijk. Maar het is wel erg lonend werk. Zul je ten aanzien van het gebruikte materiaal ook nog speciale voorbereidingen moeten treffen? Ja, want filmcamera's, dat is allemaal zeer kwetsbare apparatuur. Hele fijn technische apparatuur. En zo'n Mount Everest, dat is het tegengestelde. Dat gaat lijnrecht in elkaar in, die techniek en de harde weersomstandigheden. Dus je moet je heel goed prepareren, je apparatuur. Je moet het moet allemaal draaien bij grote koude. En het moet tegen een stoot kunnen, het moet waterdicht zijn. Nou, dat vergt allemaal extra voorbereidingen die je niet hebt voor het filmen hier in Nederland bijvoorbeeld. Welke route wordt door de expeditie gevolgd om bij het begin te beginnen? Er wordt gevlogen van Amsterdam naar Peking en vervolgens van Peking naar Lhasa, de op 3650 meter hoogte gelegen hoofdstad van Tibet. Vandaar gaat het langste weg per vrachtauto en landrover nog eens 770 kilometer zuidwaarts richting Mount Everest. De laatste 90 kilometer worden door de expeditieleden te voet afgelegd om enige acclimatisatie te krijgen voor een verblijf van 6 weken boven de 5000 meter. Tijdens de tocht passeert men ook het aan de voet van de Mount Everest gelegen Rongbu-klooster. Het klooster dat zoals bekend ook werd aangedaan door Mallory en Irvin in 1924 om bij de abt de zegen af te smeken voor het welslagen van de expeditie. Het klimplan is opgezet uit een basiskamp en 7 vooruitgeschoven kampen. Het basiskamp ligt op 5100 meter hoogte op de morene van de Rongbu-gletsjer en de 7 andere kampen op achtereenvolgens 5500, 6000, 6500, 7000, 7600, 8100 en 8500 meter. En om het geheel nog wat aanschouwelijker te maken, hebben we maquetten laten vervaardigen waarop de ligging van de kampen precies staat aangegeven. Xander, tot in het Rongbu-dal gaat het met vrachtauto's en met terreinauto's. Misschien kun je het even aanwijzen op de maquette. Ja, dat kun je op de maquette zelf niet zien, want dat zit hiervoor. Dat is een heel lang dal en dat geeft meteen een probleem aan. Want van het basiskamp tot de top is de afstand hemelsbreed alleen al 18 kilometer. Maar goed, je gaat daar dan dus omhoog van dat basiskamp op de hoofd Rongbu-gletsjer. Dan heel gauw een zijdal in, waar dan kamp 1 wordt neergezet als tussenkamp. En van daaraf ga je naar de oostelijke Rongbu-gletsjer, dat is dit gebied hier, waar op de centrale morene het belangrijke tussenkamp 2 wordt neergezet. Dat is dus dat kamp op 6000 meter. Daar zal wel eens worden omgekeerd, vandaar dat het dus groot en geriefelijk moet zijn. En uiteindelijk bovenaan de gletsjer wordt kamp 3 neergezet. Dat is dan op 6500 meter, van waar de voorraden kunnen worden aangevoerd naar boven, hoger op de berg. Voorraden die tot op een hoogte van 6500 meter inderdaad worden aangevoerd door lasdieren, door jaks. Ja, dat is inderdaad heel merkwaardig. Je begint in het basiskamp, daar is het 5100 meter. En dat is hoger dan enige alpentop. Daar begin je te wandelen, letterlijk te wandelen. En die lasdieren kunnen dat dus ook. Je loopt zelf op wandelschoenen, in feite bergwandelschoenen. En dat kun je tot hiertoe volhouden. Daar pas begint het dus echt, je zou zeggen, alpien te worden. Dus nog geen klimtechnische problemen tot 6500 meter. Maar dan gaat het naar kamp 4.
gemakkelijk overbrugd in woorden, maar dan gaat het via een steile wand, hè, van bijna 50 graden. Ja, nou, dat is dus van hier van kamp 3 naar kamp 4. Daar beginnen de eerste klimmoeilijkheden te komen. Er is hier een gletsjerwand die ieder jaar anders is, waar dus veel losse sneeuw ligt en waar spleten zijn, waar ook steile wandstukken tussen zitten, om op 7000 meter dat kamp 4 neer te zetten, wat het begin is van de feitelijke klim hoger naar de top toe. Ook lawinegevaar daar, bij die wand? In die wand zelf is lawinegevaar. Dat is dus om op die grote hoogte waar het altijd erg koud is, gaat de sneeuw niet goed vastzitten. En dat betekent dat er dus gevaar kan zijn na sneeuwbuien. En daar zullen we dus ook vast touw aan leggen om te zorgen dat je dus niet in losse sneeuwpakketten kunt uitglijden. Dan gaat het van kamp 4 naar kamp 5 en dan zijn we op 7600 meter hoogte en dat is een soort rug. Ja. Dat is zo, dit is dus dit is de noordoostelijke graad, dit is er een soort van zijrug van. In het begin is dat een stuk sneeuw, maar dat gaat geleidelijk aan over in een rotswand. En daar wordt op 7600 meter worden twee tenten neergezet, dat is kamp 5. En dan ben je dus dicht bij de 8000 meter grens, waar het dus echt hoog begint te worden. Hier op deze maquette lijkt dat misschien niet zo ver, maar hier begint een zeer grote afstand die overbrugd moet worden. Een traverse noemen we dat. Wat is dat precies, een traverse? Een traverse, dus dat je tamelijk gelijkblijvend in hoogte een grote afstand moet afleggen. En dat brengt je dan naar kamp 6, ook weer waar twee tenten worden neergezet. 8100 meter. En dan kom je op 8100 meter te staan. En het is van daaraf dat zuurstof waarschijnlijk gebruikt zal worden om hoger op de berg te komen. Dat hoort het ook tot de moeilijkheid om dat gewicht daar naartoe te brengen. Kamp 7? Kamp 7, daar dan tenslotte, dat proberen we zo hoog mogelijk neer te zetten. Als het even kan tussen de zogenaamde first en second step, dat zijn rots. De ene is een niet minder moeilijke, maar de tweede is een tamelijk moeilijke rotswand. Hoe hoog is die step? Die second step die kan variëren in hoogte van, ik geloof zoiets van misschien wel 30 meter tot 5 meter, al naar de sneeuwstand. Dat blijkt uit verschillende foto's dat dat verschillend kan zijn. Maar die wand zelf, die rotswand, die kan dus, die is dus zelf heel steil en dat biedt dus klimtechnische moeilijkheden. En dan staat er heel optimistisch op de top het vlaggetje. En om daar te komen is er bijna een surplus aan lichamelijke conditie nodig. Ofschoon alpinisten over het algemeen het gehele jaar door goed getraind zijn, is er vooral met name de laatste maanden erg hard gewerkt. Zowel individueel als collectief. Hier traint men voor Luik-Bastenaken-Luik, het loodzware 225 kilometer lange parcours van de Belgische voorjaarsklassieker. Op een enkele uitzondering na heeft de gehele expeditie een paar weken geleden deze fietstocht ongeschonden doorstaan. Voor het uittesten van de touwgroepen werd regelmatig gebruik gemaakt van de steile oefenmuren in het Belgische Sy en Dinant. Daarnaast maken de expeditieleden afzonderlijk nog klimtochten naar Oostenrijk en Zwitserland. Ook veel loopwerken, bij voorkeur heuvelop, bedoeld om de beenspieren te stalen en het uithoudingsvermogen op te voeren.
En om er nog een schepje bovenop te doen, schrikken de meeste expeditieleden er ook niet voor terug om op gezette tijden een gehele of halve marathon in het trainingsprogramma op te nemen. Conditie bedoeld als basis voor het grote doel, het beklimmen van de Mount Everest, de hoogste berg van de wereld. Een ideaal dat voor het eerst werd gerealiseerd, zoals gezegd, in 1953 door Sir Edmund Hillary. En laten we dan nu nog eens even gaan kijken naar de laatste fase van die gedenkwaardige tocht. Zoals gezegd vormen de Nieuw-Zeelander Edmund Hillary en de Sherpa Tenzing Norgay de sterkste touwgroep van de Engelse expeditie van 1953. Door op relatief geringe hoogte al gebruik te maken van zuurstofmaskers, sparen ze hun krachten en houden ze zichzelf uitstekend in conditie. Hillary en Tenzing volgen de route die Shipton 9 jaar eerder aan de zuidkant van de berg heeft ontdekt. Over de stille en imposante flanken van de lotsen klimmen ze naar een hoogte van 8000 meter. Het kamp is zodanig opgebouwd dat het de zwaarste stormen kan trotseren. De Sherpa's hebben er wekenlang aan gewerkt. Er zijn voldoende zuurstofflessen en slaapzakken aanwezig. Ook de voorraad vloeistof is toereikend. Belangrijk, want op die hoogte moeten de klimmers 5 tot 8 liter vocht per dag tot zich nemen om het risico van bevriezingen en beroertes zoveel mogelijk beperkt te houden. Op 1500 meter wordt opnieuw een klein kampje ingericht. Hier brengen Hillary en Tenzing de laatste nachttoer voor de aanval op de top. Om 6:30 morgens nemen ze de 14 kilogram zware zuurstofapparaten op hun rug en beginnen met de beklimming. Om 9:00 bevinden ze zich op het zuidelijke deel van de top en even voor 12:00 's middags bereiken ze de top. Shomolungma, moedergodin der aarde, is voor het eerst betreden. Het doel is bereikt. De 10e Engelse expeditie heeft het gewenste resultaat opgeleverd. 29 mei 1953 blijft een gedenkwaardige datum. Het ging in 1953. Die zit hier naast me, Sir Edmund Hillary. Sir, it's a great honor having you in our studio. I wonder what's going on in your mind when you see these memorable pictures again. Pride, or is it just being reminisced of? I think it brings back to me those days, a long time ago now, when we climbed on the mountain. You know, I think the things I remember most are not the dangers and the difficulties of the climb, but more the comradeship between the members of the expedition. I think that our expedition in 1953, we were a very good team. I think we worked well together, and that is probably why we were successful. Are you still involved in mountaineering? I mean, are you climbing yourself, or did you give it up? I don't do a great deal of difficult mountaineering now. I'm getting a little old for that. But I still spend a great deal of time in the mountains. I do a great deal of mountain walking up in the Himalayas. And I'm very much involved in aid activities up in the Himalayan area. The 1953 achievement must have dominated your life. You are still invited all the world over. What are you doing there? Reading lectures, etc.?
Well, I do travel a great deal. I spend a great deal of time in Nepal each year, working on aid projects. I also travel a great deal to North America, and I do a lot of lectures and raise funds for our projects in Nepal. What happened to the man who joined you, Tenzing Norgay? Is he still alive? Are you? Tenzing's still very active and very much alive. In fact, only a few weeks ago, I saw him in Kathmandu in Nepal, and in August, September of last year, I met him in Lhasa in Tibet. He is still, he was rather older than I was, and he is now about, I think, 67 years old, but he's still very fit and very active, and he moves around a great deal. What's your impression of our Dutch expedition? I mean, you saw them training, you got acquainted with some of them. Well, I think any climb of Everest is a big climb, obviously, because the mountain is very large and the altitude is extreme. And I think that any expedition that goes there, it's got to have good members in the team, experienced members. That the Dutch expedition would appear to have, people who have had experience at high altitude. You've got to have good equipment, and I'm sure your equipment will be good. You have to have excellent organization. You have to have reasonable luck with the weather. And those factors, I think, are very much in the hands of the expedition themselves. I have the feeling that the Dutch expedition will prove equal to the problem and will reach the summit. That sounds well. When you scaled the top, you must have been in a very good shape as well, because you were chosen by Colonel Hunt. Was it really on the ground of your good shape at that moment? Yes, I think we had established our route up onto the south col of Everest, and then it was only a matter of putting in a thrust towards the top. And it wasn't until that stage was reached that the decision was made as to who was actually going to push for the summit. And Tenzing and I had been climbing together, and I think it was generally accepted that we were probably the fittest pair in the expedition, so we were given the job to go for the top. You started your attempt in 1953 from the Nepalese side, the so-called southern route. Our expedition is starting in Tibet. When you compare the two characters of these routes, can you give any details about that? When you point it out on the model? I could point it out. Our route, we came up the Khumbu Glacier from the south, and then up the ice wall into the Western Khum, and then climbed up onto the South Col, and then from there up to the summit. The Dutch expedition, of course, is coming through Tibet, right up the East Rombu Glacier, and up onto the North Col. This is the famous old traditional route that was attempted in the 1920s. And then finally up these steep and difficult upper portions of the face, and hopefully towards the summit. With regard to problems like glaciers, avalanches, abysses, etc.? I think the routes in many ways are very different. They each have their difficulties. On the south side of the mountain, we had the difficult problems in the ice fall, whereas on the north side, it is possible to get much higher more easily. But on the north side, when you get very high on the mountain, then the climbing does become difficult and challenging, and perhaps more difficult than high on the southern side. So I think perhaps one route could be balanced against the other. All I know is that the north route will be a big challenge for the Dutch expedition. Some people say that your achievement in 1953 was partly helped by the fact that you started using bottled oxygen relatively soon. Is that right? Well, we actually carried our loads quite high on the mountain without oxygen. But when it came to the final assault, Tenzing and I started off at using oxygen at our advanced base camp, which really is quite a low level. The idea of this was we'd been much higher than that without oxygen. But the idea was so that we would build up perhaps a reserve of oxygen in our bodies and be able to travel strongly higher on the mountain. As to whether this worked or not, I don't know. But we did travel strongly. We were able to keep going well. So maybe it was successful.
Sir, what's the real fascination of climbing and standing atop of Mount Everest? I think mountaineering is, it's the challenge of mountaineering that is really the thing that attracts people to it. When you're high on a mountain, particularly in the Himalayas, life can be fairly miserable. You don't eat well, you don't sleep very much, you feel sort of rather uncomfortable a good deal of the time. And you might well ask, why bother going? But it's the drive, it's the urge to head towards the summit. It's the challenge of yourself against the mountain, which I think is really important. Was it the happiest day of your life when you reached the summit? No, I wouldn't say that happiness was in my mind at all when I actually reached the summit. I had a feeling of perhaps quiet contentment, but I was much more concerned about the problems of getting safely down the mountain again and down to back to base camp. So reaching the summit of Everest was sort of a low-key sort of business. It wasn't a tremendously exciting moment. I think it was far more exciting when we finally came down off the mountain and were safely out of danger. A last question to wind up with. A Dutch expedition is about to start now and give it a try. Is there any advice you can give along with them? I would just say to them, I am sure that they are well organized, that they are determined, that they have experienced members, that they have good equipment. All I can wish them is that they have the luck to have suitable weather on the mountain. The weather can be for you or against you. It is my hope it will be for them. Sir, as I said, it was an honor for us having you in our studio. Ja, dames en heren, en de rest is afwachten met de expeditie. De heren vertrekken eind juli en hopen dan terug te keren eind oktober. Weer behouden natuurlijk. En via onze twee cameramensen, Frank Mol en Gert Rijmering, die speciaal voor ons deze tocht gaan volgen, hopen wij u op de hoogte te houden van hopelijk een succesvolle tocht. Onze eerstvolgende uitzending voor de Mount Everest is dan weer maandag 26 juli. Dank voor uw aandacht en graag tot ziens.